Dat is Art van Peppen, jawel. We kennen hem van Excelsior, laatste jaren Rode SC. En nu voor de Sunday Foundation de marathon gelopen. Ja, was genieten. Misschien een verkeerd woord, maar op het einde was het echt afzien. Maar het was echt een gaaf ervaring. Echt supercool. En voor jou een belangrijk punt in je leven. Ja, echt de transitie van voetbal naar live after voetbal. Dus ook het moment om wat dingen te doen die ik altijd heb willen doen. Marathon lopen, maar ook zeker voor goed doel iets moois doen. In dit geval de Sunday Foundation. Super gaaf. Geld inzamelen voor kinderen in Sierra Leone, duidelijk verhaal. Toch, jij zegt nu is het markeerpunt, ik ben gestopt met voetbal. En dan word je morgen gebeld of je weer bij Excelsior wil komen spelen. Aha. Nee, het is nu gewoon klaar, weet je. Ik bedoel, dit valt al heel zwaar. Dit is zwaarder dan de menige wedstrijd die ik heb gespeeld. Nee, maar het is ook gewoon klaar. Het is gewoon leuk geweest. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden om andere dingen te doen. Het leven bestaat niet alleen uit voetbal. Als stelt niet in het leven, dat weet ik. Maar als een club uit de Zandbak nu belt voor heel veel geld? Nee, is gewoon klaar. Lekker, gewoon lekker rust. En wat doe je dan? Ik ben met oud teamgenoot Frank de Moesje in Maastricht voetbalschool begonnen. Allemaal activiteiten gericht op kinderen en voetbal. Dus wat dat betreft past het ook met Sierra Leone en Sunday Foundation. Ja, gewoon mooie dingen doen voor kinderen. Leuk, enthousiasme en voelt goed. En waarom is juist die marathon dan het eindpunt van je voetbalcarrière? Ja, dat was iets wat ik altijd heb willen doen. Het is toch sportief, het is toch duidelijk een prestatie. Zo voelt het ook, het was echt heel zwaar. En iets wat ik altijd heb willen doen, maar nooit heb kunnen doen. En dan ja, het valt allemaal samen wat dat betreft. Dat het ook nog Rotterdam is, waar het allemaal begonnen is. Waar ik heel veel jaren heb gespeeld, ook in de jeugd. Ja, super gaaf, gewoon bekend terrein, dus dat was mooi. Is het voor een getrainde profvoetballer, ook al ben je al een tijdje clubloos, makkelijker dan iemand die het allemaal zelf moet doen? Ja, ik denk dat een overgang wat anders is natuurlijk. Ik ging gelijk eigenlijk door met lopen en een beetje sporten om een club te vinden. Maar nu is het gewoon... op het einde was het wel zwaar. Ik dacht nog wel, ja, op het einde zal wel meevallen, maar het ging echt kapot. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar als ik dan zoveel aanmoedigingen hoor langs de kant, dat geeft me een boost. Gold dat voor jou ook? Ja, is ook wel zo hoor. Dus dat is wel meer genieten, om maar zo te zeggen. Dus je krijgt wel positieve impulsen onderweg en dan schreef een paar mensen. Dus wat dat betreft, persoonlijk was het misschien wel het beste om nu gelijk die marathon te lopen, want ik denk dat er nooit meer zo'n ervaring voor mij is. Dus ja, geluk bij een ongeluk. En dan nog even een stukje reclame. Waarom moeten de mensen de Sunday Foundation steunen? Ja, omdat het gewoon ongelooflijk is dat er nog kinderen zijn die helemaal geen kans hebben op een mooie toekomst. En met de Sunday Foundation geef je 100% geld aan een goed doel. Die kinderen gaan gelijk naar school, er worden scholen gebouwd. Ja, dat is de toekomst dus. Even simpel samengevat, het is de foundation van Sander de Kramer. Ja. Dat zal heel veel mensen denk ik wel meer zeggen, hè? Ja, Sander de Kramer al jaren mijn vriend. En hij is er ooit beland en heeft met leden ogen gezien dat het heel erg is daar, heel erg aan toe. Dus weeskinderen, gehandicapte kinderen, die gaan allemaal naar school door de stichting. Ja, ik vind dat supermooi. Nou, je hebt er een hoop fans bij op TV Rijnmond sowieso. Ik wil je bedanken en ik wil alleen nog even van je weten, wat ga je nu doen? Vanavond even lekker kipsaté en friet eten. Patat, zoals iedereen. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Hoi.